Misschien heeft u het vorige week al een beetje meegekregen in het landelijke nieuws. Om de verplichte aanwezigheid tijdens hoorcolleges van CAE-studenten te controleren, heeft de lerares mediatheorie bedacht dat de studenten vooraf een selfie maken. Oftewel, een foto van jezelf in de collegezaal. Hoe reageerden de studenten eigenlijk zelf op deze actie? Ja, in het begin denk je dat het een grap is, weet je wel. Je vraagt je echt af van, meen ze dit nou? Maar ja, we kennen mevrouw Goos natuurlijk wel. Dat is jullie lerares. Ja, dus die... toen zagen we het helemaal staan of ze instructies wilden hebben. En de ene helft van de klas die dacht, nou, dat ga ik echt niet doen. Wat krijgen we nou? En de andere helft dacht, dat vind ik wel grappig, wel leuk, weet je wel. Meent je dit nou? Worden we nou voor de gek gehouden? Want wat is er eigenlijk mis met een gewoon papiertje wat rondgaat? Nou, als je dan Carlijn zelf wel een beetje kent, dan is het wel echt wat voor haar, zeg maar. Een beetje dat nieuwe opzoeken. Ze had er nog net geen hashtag aan verbonden wat haar ding eigenlijk is. En dat... Ja, toch wel. Uiteindelijk denk je toch wel, het past wel bij haar, dus laten we dat maar doen. Ze had eigenlijk een paar mensen in de klas die gewoon selfies maakten, maar dan met allemaal andere klasgenoten erbij in beeld. Dus langzamerhand had je wel ongeveer de hele klas in beeld. Maar een paar mensen die eigenlijk vooral het sleeptouw namen. Gezien de studie journalistiek hebben de studenten wel met enige verbazing gekeken naar hoe snel deze actie in het landelijke nieuws terecht kwam. Ja, bizar. En ook hoe het werd overgenomen. Het heeft me echt verbaasd, want we hadden de les. We hadden mevrouw Goossens 's ochtends en 's middags les van. En 's middags belden al de Gelderlander en Radio 1. En het was gewoon heel simpel, omdat één iemand op Twitter had gezet. En volgens mij iemand anders nog weer op een andere site. En zo is het in no time, pam, 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 pak ze het allemaal van elkaar over. En staat zo over op internet, ons kleine schooltje. Op nu.nl. Het is leuk dat ze in het nieuws komt. Het verbaast me wel dat zoiets kleins eigenlijk zo wordt opgeblazen of zo. Want het is gewoon een nieuwe manier. En ja, waarschijnlijk alles wat nieuw is, daar moet men aan wennen. Nou, misschien wordt het wel de nieuwe standaard. Maak een selfie. Toch lijkt het nieuwe systeem om aanwezigheid te controleren niet helemaal waterdicht. Philippe ziet al een manier om de selfie in een collegezaal te ontlopen. Ja, inderdaad. Ja. Als iedereen die een klein beetje Photoshop kan, die kan zich volgens mij bij elke les aanwezig photoshoppen, zullen we zeggen. Maar ik ben benieuwd hoe ze dat gaat doen met presentie. Daar heb ik natuurlijk geen enkel verstand van hoe ze dat wil gaan doen. Ben je al bezig met het vervalsen? Nee, nog niet. Misschien kan ik er geld voor gaan vragen om eigen bedrijfje beginnen of zo in selfies vervalsen. Het lijkt me wel een goeie. Dit nieuwe controlesysteem wordt overigens niet alleen gehanteerd voor het controleren op aanwezigheid. In een volgende periode zullen de studenten de selfies ook gebruiken voor een collage. Maar daar zijn de studenten niet mee bezig. Eerst nog wat selfies, bijvoorbeeld met de cameraman.